Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door T-Mobile. Nog geen 2 minuten zijn we onderweg bij FC Utrecht tegen Sparta, wanneer Adam Maher aanlegt voor een vrije trap. Een Spartaanse muur voor hem, daarachter het doel en weer daarachter een bomvolle Bunningside. Wat zichtbaar wordt is pure kwaliteit. Mooi dat je kijkt naar FC Utrecht TV, waarin we natuurlijk gaan nagenieten van FC Utrecht tegen Sparta 4-0. We gaan voorbeschouwen op het uitduel bij FC Groningen aankomende zaterdag om 9 uur in de Euroborg. En we schakelen 2 keer met het FC Utrecht Topsportcentrum in Overvecht. We hebben vandaag een gast, Partnership Director van FC Utrecht. Dat is Joost Broersen. Maar Joost, als we aan jou denken, dan denken we ook vooral aan honderden wedstrijden in de betaalde voetbal, waarvan het overgrote gedeelte voor Groningen en FC Utrecht. En dus kunnen we wel stellen, het zijn jouw 2 clubs, toch? Ja, dat kan je wel zo stellen. Mooie periode gehad bij beide clubs. En bijzonder dat we weer tegen elkaar spelen zaterdag. Ja, hoe gaat het eigenlijk met businessleden, partners die nu eindelijk binnen Stadion Galgenwaard aanwezig mogen zijn en die jullie zogezegd 1,5 jaar bijna niet hebben kunnen voelen, niet hebben kunnen zien? We hebben inderdaad al 1,5 jaar niet hier geweest. Nieuwe partners aangesloten, nieuwe hoofdsponsor. T-Mobile die natuurlijk hier nog niet met klanten en relaties is geweest. Wat dat betreft was het echt een welkom thuiswedstrijd. Maar ook andere partners. Ja, iedereen is blij. We gaan naar de 400 bedrijven die we hebben verbonden aan de businessclub. We hebben binnenkort een barbecue waar 400 leden dan ook aanwezig zullen zijn. Een soort kick-off. Ja, nee, het floreert. Mensen zijn enthousiast. En we hebben er vooral veel zin in om met alle partners en businessclubleden komend seizoen een ontzettend mooi jaar te beleven. Kijkt een voormalig profvoetballer anders naar een wedstrijd dan, met alle respect, zomaar een willekeurige fan? Willem Jansen, daar let ik goed op. Mark van der Marel vind ik interessant natuurlijk, omdat dat ook mijn positie was, ook het laatst van mijn carrière veel gespeeld heb. Op het moment dat hij, toen we het moeilijker kregen, tweede helft, die ingreep deed met die tackle. Belangrijk moment in de wedstrijd, maar ja, als je het over mijn momenten, of het moment voor mij, was natuurlijk de vrije trap van Maher. Supporters daarachter, ja, mooier kan je niet starten. Het is zover. Maher. En oh! Meteen al stijf in de kruising. Het is niet zo dat hij er elke dag enorm veel op traint, maar zo heel af en toe dan zie je hem inderdaad wel wat de ballen van afstand binnenschiet ook op training. En des te mooier vandaag dat het leidt tot de openingsgoal en direct een vol Galgenwaard erachter. We hadden een aantal kansen in de eerste helft, dan is het belangrijk dat we de wedstrijd gelijk doodmaken, 2-3-0 maken. En dat gebeurde niet. In de tweede helft zag je dat we de eerste 15 minuten moeite hadden, maar daarna zag je dat we toch sterker waren en toch de goals maakten. Quinten Timber. Kopbal binnen van de Marel. Heel wat jaartje moeten wachten, maar hij is er. De eerste Eredivisie goal van Mark van de Marel in Stadion Galgenwaard. Ja, het is me eigenlijk nog niet gelukt. Nee, ik had op een gegeven moment de neiging om alleen veel uit te spelen. Playoffs 2. Dat was de eerste goal in de Galgenwaard, ja? Oei, dat is wel unicum dan. Dus dat is mooi voor hem. En uiteindelijk heeft het team enorm geholpen dat moment. Doubikas 3-0. Dat is nog eens een lekker debuut, zeg, voor die Griek. De manier waarop we gespeeld hebben, zeker de eerste helft, met heel veel energie, druk naar voren, veel dynamiek in het team. Ja, daar heb ik wel echt van genoten. Het is 4-0. Utrecht wint de eerste wedstrijd van het seizoen. We zijn blij dat ze ons weer kunnen steunen en ook hoe ze het team steunen. En dat ze mij in het bijzonder ook zo steunen, ja, dat is heel bijzonder natuurlijk, elke keer weer. Ja, heerlijk man. Ik heb zo erg genoten vandaag. Ik heb geen woorden ervoor. Het was fantastisch. Ja, bijzonder mooie momenten in een zonovergoten stadion Galgenwaard. En als we het hebben over Sparta, Joost, moet ik toch weer een beetje denken aan die goal in de halve finale. Ja, het is toch een beetje mijn moment bij FC Utrecht. Daar word ik nog vaak aan herinnerd. Natuurlijk wel door een hele generatie die er ook bij was in Sparta of dat meegemaakt heeft. Mijn goal in de verlenging, dat was de redding om naar de finale van wederom een beekfinale te gaan tegen Twente in dit geval. Ja, en een beetje mijn absolute herinnering aan mijn periode bij Utrecht, ja. Je bent natuurlijk profvoetballer geweest, uiteindelijk de switch gemaakt naar het pak. Ja. Een kantoorbaan, noem het even zo. Hoe is die overgang voor jou geweest? Dat is nu al een paar jaar gaande. Ja, het is inmiddels mijn 6e jaar dat ik gestopt ben en een commerciële rol vervul. Eerst bij Zwolle, PEC Zwolle, kon ik verder als commercieel directeur. Ja, enorm veel geleerd, maar het was natuurlijk wel echt een overgang met eigenlijk een kant-en-klaar schema met training en wedstrijden tot eigen invulling van je agenda, nieuwe doelstellingen, een hele andere kant van de voetbalclub.
Ja, en toen kwam de 3-1 natuurlijk. Utrecht stond op de stoep. Ja, ik woon nog steeds in de beeld. En ja, een droom die weer uitkomt om hier in de huidige rol te zitten. Welke ervaringen neem je nou vooral mee? Vanuit die actieve loopbaan naar nou ja, de nieuwe loopbaan? Persoonlijkheid neem ik mee. Zeg maar in de zin, ik ben altijd nieuwsgierig geweest en open. En dat kunnen denk ik ook mensen die bedrijven runnen heel erg waarderen. Het zijn toch soms goede of grote CEO's of directeuren waarmee je aan tafel zit. En denk ze, komt dat voetballetje uit het verleden? Dat heb ik in het begin wel ervaren. Maar als je ziet dat je oprecht bent en afspraken nakomen, ook heel belangrijk. En dat neem ik mee. Enkele jaren geleden had je een teamfoto, je had portretten. Maar tegenwoordig is er heel veel meer dan dat. Zoals een gifshoot. Animaties die je terug kunt zien op de stadionschermen, die je ook kan zien op de social media kanalen van FC Utrecht en ook zelf kunt gebruiken. En wij kregen een exclusief kijkje bij het maken van die gifjes. Wist je de eerste keer gelijk van dat is een gifje? Nee, dat wist ik niet. Moest je kinderen uitleggen? Ja, precies. Ja. Ja, dat klopt, ja. Ja, hoort er een beetje bij, hè? Aan het begin van het jaar doe je altijd van die gifjes. Vind ik heel leuk om te doen. Ik ben zelf heel creatief, dus dat is top. Ik heb een paar celebrations gedaan voor als ik score. Maar dan is het wel de bedoeling dat ik score, dan gaan we ze zien. Dus leuk. Ja, je zegt een paar, maar volgens mij was jij het langste bezig. Ja, daar werd het van me gevraagd, hè? Dus dan moet ik het ook doen. Nee, het is leuk. Het is leuk om te doen. En hopelijk gaan we het zien in het stadion. Ja, het is wel lachen. Ik ben er zelf niet zo bedreven in of zo, maar... Nou, het is met het opnemen met de hele ploeg is dat altijd hilariteit, dus het is ook wel altijd een mooi momentje. Ja. Naar wie zijn gifje kijk je het meest uit? Ik denk die van Mark, die komt altijd wel origineel om de hoek. Ik kijk echt uit naar die van Benaisa Benhammer. Waarom? Ja, die heeft altijd van die gekke gifjes, jongen, ik ben zo benieuwd. Ja, je hebt wel een paar jongens die ervan houden om het in de groep te sturen. Ik ben daar niet één van, maar ja, soms wel lachen. Dus niet als jij zondag scoort, stuur je na de wedstrijd even je juichgifje? Omdat jij er nu zegt, ga ik dat doen zondag. Dus als ik zondag score, ga ik dat doen, ja. Ja, mooie gifjes die je ongetwijfeld gaat terugzien in het stadion Galgenwaard. En zoals gezegd, ook zelf kunt inzetten op je social media. Joost, wat was jouw manier van juichen? Ik had altijd gewoon een gebalde vuist en ik scoorde wel regelmatig een goaltje. Ook al was ik verdediger of verdediger middenvelder, maar ik pikte wel mijn goaltjes mee. Maar gewoon juichen met één vuist. Ja, jij met een nuchtere vuist, zoals je al aangeeft. Hoe denk je dat mensen jou herinneren? Ja, ik denk gewoon als een harde werker met een goed inzicht, goed overzicht. Passing en goede schoten. Ik denk dat wel mijn kwaliteit waren. Dat ik ook wel... Ik zal het toch wel een beetje vergelijken, dat is voor de mensen ook makkelijk met een Willem Jansen toch wel. Zeker het laatste gedeelte van mijn carrière. In het begin van mijn carrière was ik wel gewoon heel energiek en speelde ik nog veel meer op middenveld dan later. Dus ik was overal en nergens te vinden. In onze nieuwe rubriek Utrechts Paspoort blikken we terug op het hoofdstuk FC Utrecht van een voormalig speler. En vandaag is het tijd voor een man die in 2000 bij de club kwam. Zijn eerste goal scoorde op bezoek bij FC Groningen. Geschiedenis schreef met de club en mede daardoor uitgroeide tot ware publiekslieveling. In de zomer van 2000 is de eerste klus van Han Berger helder. Vindt de opvolger voor de naar Vitesse vertrokken DJ Martel. Utrecht komt uit bij Igor Gluzovic. Gespeeld in La Liga voor Sevilla en Extremadura, van Mestalla en Camp Nou naar de Eredivisie. Groningen uit, september 2000. Een voorzet van Van den Berg, de kop gevonden, raak. Het blijkt de start van iets moois. Een gelukkig huwelijk, Igor en Utrecht. Na jaren zonder Europees voetbal is Utrecht mei 2001 heel dichtbij. Afhankelijk zijn van andere uitslagen, zelf een monsterscore moeten neerzetten. Hoop doet leven. Een 6-0 thuis tegen Groningen met twee goals van Gluzovic. Het blijkt voldoende. Feest in de Galgenwaard, de stad op zijn kop. 19 goals in Igors eerste seizoen. Wat een wilde. Het respect voor Igor onuitputtelijk. Bij medespelers tot de achterban. Nederlands leren, hij doet het. De foto van zijn pasgeboren zoon standaard op dat ondershirt. Een familiemens. In het voorjaar van 2003 wordt duidelijk, Utrecht en Igor gaan spoedig uit elkaar. De club zit in financieel zwaar weer, maar knokt zich wel gewoon weer naar de bekerfinale. Feyenoord in de eigen kuip van het kastje naar de muur gestuurd. 4-1. Igor's carrière krijgt een vervolg bij Sparta Praag.
Later Vitesse en Heracles. Maar geen shirt zo passend als dat van Utrecht. Geen club met zulke assistgevers als Tange, Vreven, Kuit of Van den Berg. Geen prijzenkast waar zijn balcontacten tot in eeuwigheid zichtbaar zijn. Waar zo'n afscheid van Spanje en La Liga in 2000 niet goed voor kan zijn. Utrechts paspoort over Igor Gluzevic, de spits die zijn sporen in Utrecht absoluut heeft verdiend. Maar Joost, kijk toch even met een kritische blik naar die ene eerste goal van hem. Stond er niet zo goed achterin. Het stond niet perfect, dus ook niet verwacht dat we dit item nog jaren later terug zouden komen. Maar wel toeval dat hij dan net tegen Groningen zijn eerste goal in Utrechtse dienst maakte. Ja, dan hebben we nog die 6-0. Ik kan wel zeggen dat ik erbij was dat Utrecht toen Europees voetbal haalde, maar ik speelde toen bij FC Groningen. Dat is toch raar als man uit de beeld? Nee, het is juist leuk, want ik ben natuurlijk ook supporter van deze club altijd geweest. Dus, maar ik moet zeggen dat wij met FC Groningen niet de beste voorbereiding hadden, want we waren voor mij een week eerder hadden we ons veilig gespeeld. En toen werd het 6-0, had nog wel hoger kunnen zijn. En dat was, maar het was voldoende voor FC Utrecht om Europa in te gaan. Ja, dat was toen. Nu is uiteraard de tweede speelronde van de Eredivisie, waarin Utrecht dus op bezoek gaat in het Hoge Noorden, in de Euroborg, waar het gaat spelen tegen FC Groningen. Die ploeg, ja, je hebt ongetwijfeld voorbij zien komen, won met 2-1 bij Cambuur. Een geweldige omhaal van Jurgen Strand Larsen. Maar ook bij FC Utrecht is het gevoel natuurlijk goed. En ook zeker bij Adam Maher, de man die de score opende. Hier de stadion Galgenwaard afgelopen zondag. Meteen al stijf in de kruising. Voor mij was het zeg maar één ding en die bal moest erin. En zeker van die afstand moest hij er gewoon in. En hij vloog goed in, ja. Staat hij al bij je favorieten op je telefoon? Nee, dat niet eens. Ik heb hem wel gisteren heel vaak voorbij zien komen. Maar verder gewoon heel rustig eronder gebleven. Die eerste paar minuten, man, dat ging als een raket. Ja, zeker, zeker. Maar als je op het veld staat, ik had het gevoel dat het mijn eerste wedstrijd was in de Eredivisie. Dus het was gewoon een fijn gevoel. En je voelt tegelijk die energie. Dan zie je wel dat de twaalfde man echt heel belangrijk is voor ons. FC Utrecht gaat na de flitsende seizoenstart tegen Sparta dit weekend op bezoek bij FC Groningen. Een ploeg die bekend staat als een stugge tegenstander. Ja, je moet een moment hebben. Maar je moet ook gewoon niks weggeven. En dat is het belangrijkste. Als je zeg maar niks weggeeft, wij creëren altijd wel kansen. Ik denk niet dat ik tegen hun een duel moet komen. Dat ik gewoon tussen de linies en een beetje irritant doe. In het voetballen, zeg maar. En gewoon de juiste ruimte vinden en hun daar dan pijn doen. En, ook niet te vergeten, wat ook heel erg leuk is, jullie krijgen voor het eerst weer te maken met een uitvak. Wat vol zit met supporters. Ja, precies. Ja. Helemaal vergeten zo. Ja, dat is ook heel top. Zeker in een uitwedstrijd, dat er altijd wel heel veel supporters meegaan. Dus maar dat is ook Utrecht, zeg maar, dat iedereen wel voor de club staat. En dat is ook alleen maar mooi om te zien. Vorig jaar speel je alleen maar in leegstaans. En ja, nu mogen de uitsupporters meegenieten met ons. Dus ja, ik hoop dat we er gewoon die 3 punten meenemen. Ja, aankomende zaterdag in de Euroborg om 9:00. Waar Utrecht dus wordt gesteund door honderden fans. Ik vraag me wel zo af, Joost. Utrecht heeft een heerlijke voorbereiding gehad. Een fijne opener met zo'n 4-0 overwinning op Sparta. Hoe zorg jij nou voor dat je zo'n lijn doortrekt? Nou ja, weet je, doorgaan op de ingeslagen weg. Het klinkt een beetje apart. René Haken, heb je ook in het documentaire gezien, die zit er echt wel bovenop, is scherp. Ja, willen we het meedoen bij die top 6, kom je met Groningen gewoon een concurrent tegen. Echt een goede en lastige, vervelende ploeg. Willen we die goede start doortrekken, scherp blijven. Voor mij is het gevoel in het elftal goed. De patronen zijn duidelijk en ik heb er wel vertrouwen in. Ja, durf je wel aan een voorspelling te wagen, toch? Ja, ik een beetje standvoorspelling. En dat in dit geval is het dat is altijd 2-1 of 1-2 als we uitspelen. Dus ik denk 1-2. Jij bedankt voor je komst. En jij als kijker, hartstikke leuk dat je er was. De eerste reguliere uitzending van FC Utrecht TV, seizoen 2021-2022. Aankomende week, zelfde tijd, zelfde zender, zijn we weer bij je terug. En we sluiten hem af met fraaie goals uit het verleden, gescoord in Groningen. Van Wolfswinkel. En het is raak, het is 1-0. Wat lesje. En hij zit erin ook.